bijna onze wekelijkse gast, Alex Slijn van de politie. Ja. Voordat we even over het item beginnen waarvoor jij aan wilde schuiven. Het was een beetje een reuring gisteren hier in de stad. Ik denk niet dat je in detail iets kan vertellen, maar kan je even in grote lijnen vertellen wat er gebeurd is? Nou ja, goed. Een aantal snode figuren gemeente een overval te moeten plegen op KPN-winkeltje. Nou goed, gaat niet in de koude kleren zitten. Nee. Geeft een heleboel onrust. En hoop verdriet in de zaak, spanning. En vervolgens gaat zo'n zaak lopen. En dat kost natuurlijk heel veel tijd en energie, ook vanuit de politie, om daar proberen die daders te pakken. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Nou ja, niet zo heel veel. Buiten het feit dat er vordering zit in de zaak, dat is op zich wel leuk. Ja. Er is tot echt vannacht 5 uur is de keihard aan gewerkt. En dan vallen er wat puzzelstukjes in elkaar. Ja. En dan hopen we dat toch tot een positief einde gebracht wordt. Nou. Maar het ziet er goed uit in ieder geval. Mooi. Hard gewerkt, denk ik. Ja, zeker. Ik ben ook super trots op de mensen en de collega's die daar gelijk achterin zijn gegaan. Ja, top. Dus, ja.